We staan hier op de markt en we gaan vragen of de mensen Carlo Acutis kennen. Wie is Carlo Acutis, meneer? Een zalige, die volgend jaar heilig wordt verklaard. Wordt die volgend jaar niet heilig verklaard? Die heilig verklaard, dat zeker. Een Italiaanse jongen van 15. Carlo was een gelovige jongen en ging vanaf zijn 5e jaar elke dag naar een mis vieren. Dat weet ik eigenlijk echt niet. Nog nooit van gehoord. Carlo Acutis was een jongen zoals wij. Sportschoenen, jeansbroek en 15 jaar oud. Probeerde te leven zoals Jezus ons leerde in de Bijbel. En ging maandelijks biechten. Hij ging vaak in de stilte van de kerk bidden met Jezus. En hij was met internet bezig en maakte websites. Hij deelde zijn kleren en het eten voor de arme mensen. Stierf op jonge leeftijd. Hij was amper 15 jaar toen hij stierf aan leukemie. Hij vond het zo erg niet om te sterven, omdat hij wist dat hij naar de hemel gaat. Carlo heeft ondertussen al 2 wonderen. Hij heeft een jongen genezen van pancreaskanker. En een meisje is ontwaakt uit een zware coma nadat haar ouders hebben gebeden tot Carlo. Ben jij jong? Of een zeker ouder? Heb jij zin in een uitdaging? En ben je op zoek naar echt geluk? Word dan vrienden van Carlo Acutis. Wie wil nu geen vriend van heiligen zijn? Als jij dat wil, kan je volgende uitdagingen aangaan. Wij, de vrienden van Carlo Acutis, willen 1 jaar doen zoals Carlo deed. We gaan proberen meer dan 1 maal per week de mis te volgen en de heilige communie te ontvangen. 3 maal per week met Maria een roze hoedje te bidden. Je kan natuurlijk ook de tintjes verspreiden over de dagen. We gaan ook proberen om 1 keer per maand te biechten bij een priester. We gaan proberen te bidden in het stille kerk, dicht bij het tabernakel, dicht bij Jezus. We gaan ook proberen maandelijks aanwezig te zijn bij een ontmoetingsmoment van de vrienden van Carlo Acutis. Mocht het niet lukken, kun je de nieuwsbrief online bemediteren. Het is ons doel om het evangelie om te zetten in het dagelijks leven. We ondersteunen alle activiteiten rondom Carlo en proberen als een goede missionaris hem bekend te maken. Schrijf 15 euro over op deze rekening en dan ontvang je een unieke rozenkrans van Carlo Acutis, een pin van de vrienden van Carlo Acutis en iedere maandag wordt er een mis opgedragen voor de vrienden van Carlo Acutis. Scan deze QR-code in en vul het formulier in met jouw gegevens. Hierna kunnen wij jou contacteren